Hoi en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 115. En ik weet wat je denkt, wat is daar gebeurd? Je zit op een hele andere plek. En waar is Leon? Nou ja, we kunnen het natuurlijk wel uitleggen. Waar is Leon? Met alle coronamaatregelen kunnen we niet met z'n tweeën werken. We zouden ook te dicht bij elkaar zitten, dus kunnen we samen geen video maken. Dus Leon die is op dit moment thuis. En ik werk in de winkel. Nou ja, in de winkel. Met de online orders dan. Want de winkel zelf hier achter mij is gesloten. Totdat het alweer wat veiliger is en we weer open kunnen gaan. Dus tot die tijd kun je online bestellen. We versturen gewoon dagelijks. Dus dat gaat allemaal gewoon door. Ja, ik zit ook op een andere plek. Zal ik ook even uitleggen. We hebben een paar weken geleden een hele collectie overgenomen. En dat heet de Corleone collectie van Corleone. Die is overleden. Dat is een ongelofelijke hoeveelheid materiaal. En al dat materiaal heb ik uitgezocht de afgelopen 2-3 weken. Er was al heel veel uitgezocht, maar ik heb de rest nog uitgezocht. En dat staat nu op de plek waar normaal deze tafel staat. Eigenlijk daar, waar je nu ziet. En dat staat helemaal vol met dozen. En daar staat normaal deze tafel dus. Daar zitten we normaal voor de boekenkast. Maar dat kan niet, dus ik moest even een andere plek zoeken. Dus de hele winkel staat momenteel op zijn kop. Maar omdat de deuren dicht zijn, is dat niet zo'n probleem. Ja, en dus ga ik alles alleen laten zien. Sorry, jullie moeten het deze keer met mij doen. Wat ligt hier voor mij? Een gloeilamp. Een gewone gloeilamp. Je kan hem laten checken als je wil. Enige voordeel is, hij is van kunststof. Dus niet van glas. Waarom is dat? Dat als mensen hem laten vallen, dat er niks mee kan gebeuren. Wacht even. Er hangt hier iets heel raars in de lucht. Een soort van groen lichtje. En het leuke is, als je dat groen lichtje naar de lamp brengt, gaat die lamp groen gloeien. Dat is op zich wel bijzonder. Je kan het groene lichtje ook bijvoorbeeld weer wegnemen op deze manier. Blaas je het uit, dan heb je geen groen lichtje meer. Als je zegt, ik wil een andere kleur, kan er ook. Pak je bijvoorbeeld mat rood. Dus je pak je rood. Zie. Rood stap je in de rode lamp. In de lamp en dan heb je een rode brandende gloeilamp. Kijk, rood oplichtende gloeilamp. Je kan het rode lampje ook weer uithalen als je wil. Opeten. Heerlijk, kijk op lampjes. Je kan bijvoorbeeld een blauw lampje pakken. Kun je ook in de lamp stoppen. Heb je een blauw oplichtende gloeilamp. En die lamp kun je vervolgens ook weer uitblazen. En dan heb je de lamp die niet meer brandt. Ik combineer nu twee dingen. En ik kan ook even bijzeggen, zoals ik het nu doe, doe ik het alleen. Logisch, want ik zit hier alleen. Dat betekent dat je twee handen nodig hebt. Want op dit moment combineer ik de 3 color changing bulb, welke je aanstuurt met een afstandsbediening, waarvoor je dus een hand nodig hebt om op het knopje te drukken, die overigens 59 euro kost, combineer ik met de D-Lights Extra Bright. Nou, die D-Lights Extra Bright, zonder even het geheim kwijt prijs te geven, kun je lampjes uit de lucht plukken, groen of rood of blauw, en die kun je laten verdwijnen of in een lamp stoppen. Want de kleuren van onze D-Light Multicolor, die matchen namelijk met die in de 3 Color Changing Bulb. Nou, de 3 Color Changing Bulb is van dezelfde makers als van Shine, dus waar het wit brandende lamp vandaan komt. En voor 4 euro meer heb je dus de 3 kleuren versie. Alles is, alles. De lamp is USB oplaadbaar. De lights zelf zijn ook oplaadbaar. Ik zal even de prijs zeggen van die lights. Een set van 2 oplaadbare D-Lights Extra Bright in 3 kleuren is 39 euro met oplaadkabel en instructies. En nogmaals deze 3 Color Changing Light Bulb 59 euro, ook met USB oplader. En een afstandsbediening waar gewoon een batterijtje in zit. Dus zeker een aanrader, maar kijk even op de grond, wees plaatsgebrek. Als je met z'n tweeën bent, heb je dus de handen vrij en hoef je niet en een D-Light en een afstandsbediening en een lamp. Is natuurlijk makkelijker, dan ben je relaxter. Overigens kun je het ook zonder de D-Lights doen. Je kan ook de lamp zelf gewoon ergens neerleggen of iemand een hand geven. En dat hij dan verkleurt waar jij er overheen wuift. Want dan heb je ook een hand vrij om op een knopje te drukken. Oké. Het blijft raar om hier alleen te zitten. Niemand die commentaar levert. Dan is het totaal anders. We hebben een bel. En dat is een bel die kan bellen. Of die kan niet bellen. Dat is raar als je wilt bellen. Dan belt hij. En als je niet wil dat hij belt, zeg maar, dan belt hij niet. Nou, mensen mogen hem helemaal checken. Er is verder ook niks geks mee aan de hand. Kijk even hoe het dicht boven is. Dat is oké. Speciaal voor ons gemaakt.
Zeer mooi gemaakt. Het mechanisme is fijn verstopt ook. Voor de prijs van €49. En we hebben hem genoemd de Comedy Bell. Dus het belletje wat wel belt en niet belt. Dus zwaar gemaakt van messing. Dus degelijke constructie. En jij controleert volledig wanneer die belt of niet. Dus volledig onder jouw controle. Comedy Bell. Ja, dan weet iedereen natuurlijk wat dit is. Dit is een sponsbal. Nou, het leuke is, ga even zo zitten. Als je die sponsbal namelijk wuift, dan kun je die namelijk laten verkleuren. Bijvoorbeeld in een rode sponsbal, zie je. Maar je kan die rode sponsbal ook in je hand stoppen. Je blaast. En dan wordt het een groene sponsbal. Stel nou voor dat je er een doekje bij pakt. In dit geval een rode doek. Een groene sponsbal, je doet dit. En hij wordt rood. Of je doet nog een keer dit. En hij wordt weer terug groen. Nou, hoe meer je het oefent, moet ik erbij zeggen, hoe sneller dat het kan. Dus je hebt een groene sponsbal. En hij wordt meteen rood. Of even wuiven en hij wordt weer terug groen. Nou, je kan ook met twee van deze ballen werken. Heb je wel een groene bal hier en een rode bal hier. Je sluit je handen. En als je ze opent, zijn ze van plek verwisseld. Dit is de enige echte, originele color-changing spongeball van Bizarro. Verkochten we jaren geleden ook al. Dit is gewoon ook de beste versie op de markt. Er kwam een partij op de markt uit China. Hebben we ook geprobeerd. Maar geloof me, ik weet niet of je ze zelf ooit gezien hebt of geprobeerd hebt. Die belanden in de prullenbak. Want wat daar... ja, het werkt gewoon niet fatsoenlijk. Deze zijn de enige soepel werkende, niet loslatende, originele verkleurende sponsballen. Nou, als je de trailer bekijkt op onze website, zie je ook een versie waarbij een groene bal verandert in rood. En dan is de rode stift veranderd. Een sharpie waarmee je door de hand drukt, verkleurt ook. Daarvoor heb je de Color Changing Spongeball DVD nodig en een groene sharpie. Let op, groene sharpies zijn even uitgekocht, maar die kun je overal krijgen. Dus als je die routine compleet wil doen, kun je ook de DVD erbij pakken. De balletjes kosten per stuk, dus zoals ik hem hier heb, €19,95. Als je zegt ik wil ook de DVD, dat kan, die is €17,50 met een speciale gimmick om ook de stift te laten verkleuren. Dus Color Changing Spongeball by Bizarro. De doek gaat ook even weg, alhoewel, die doek bewaren we even. Want, ik zie hier namelijk een mooi kastje staan. Zie, kun je hem laten zien. We maken hem mooi dicht. We nemen de grote doek. De grote doek gaat door de zijkant in het kistje. Nou is het leuke, het enige wat je doet is in je vingers te knippen. En de doek is wederom spoorloos verdwenen. Of je laat een leeg kistje zien. Je maakt het kistje dicht. En haalt er één grote doek uit. Zie je, dat kan ook. En is het kistje uiteraard weer leeg. Nou, dit kistje kan gebruikt worden voor het produceren van dingen, voor het laten verdwijnen van dingen, voor het laten verkleuren van dingen. Je kan er losse doekjes in stoppen, komen aan elkaar geknoopt uit, zolang je het materiaal maar bezit. Laat ik het zo zeggen, het kistje zelf doet niks als jij er niks in stopt. Dit is de Silk Cabby. Asian style hebben we hem genoemd. Ja, je raadt al waarom, omdat het een Aziatische stijl is. Als je hem krijgt, heeft dit logo geen zilverkleur, maar een zwarte kleur. Maar je krijgt er van onze stickers bij, de uitgesneden stickers. Dat als je het mooi vindt, kun je, net zoals wij het gedaan hebben, dit erop plakken en dan wordt het goud. Dus krijg je zo bij, kun je zelf opplakken. Dus kun je kiezen voor zwart of voor goud. Ook deze worden voor ons gemaakt, speciaal. Prachtig, helemaal van kunststof. Strak werk is het gedaan. En de Silk Cabby Asian Style kost €55. Makkelijk? Ja, super gemakkelijk. Ik ga het snel trouwens, want ik heb het heel snel. Ja, dan is dit ook zeer de moeite waard. Even pakken. 4 munten. Dan zeg je, ja, we hebben vaker 4 munten gezien. Dat kan ik me voorstellen. Stel voor, je hebt die 4 munten. Daar laten we zien. 4 stuks. We leggen ze even op een rijtje. Zo. Netjes neer.
Sluit de hand. Let op. En de eerste munt gaat van links naar rechts. Dat betekent dus 1, 2, 3 en 1 munt hier. Let op. Je hoort het al. En we hebben 1 munt, 2 munten hier en 2 munten hier. Dat betekent dus 1 munt, 2 munten hier en 2 munten hier. Let op. En je hoort dat de volgende munt is aangekomen. Zie? Dan hebben we eigenlijk even iets nodig en dan ben ik vergeten te pakken. Nou, het kan gewoon met de bel. En doen we met de bel. Normaal gesproken namelijk, voor de laatste fase, doe ik het volgende. Dan ga ik hier met zijn hand open te houden. Ik leg daar 1, 2, 3, 4 munten op. Ik vraag hem zijn hand te sluiten. Bij gebrek aan iemand die dat kan doen, zet ik de bel er even overheen. Maar voordat ik het doe, pak ik nog even 1 munt weg. Die laatste munt gaat in mijn hand. Ik blaas. En de munt is spoorloos verdwenen. En ligt weer terug onder de bel. Dus normaal in de hand van de toeschouwer. En dan eindig je dus volledig clean. Ik vind dit een hele mooie set. Het is gemaakt door Bluter Magic. Je kan er eigenlijk van elk principe van alles mee doen. Je kan ook munten laten verplaatsen van de ene naar de andere hoek, zeg maar, op deze manier bijvoorbeeld. Dus dan komen ze allemaal bij elkaar te liggen. Dat is allemaal mogelijk met deze set van 4 munten. In een hele mooie verpakking. De Bluter Magic Coin Set. Mooi verpakt in een, zoals we het gewend zijn, van hun degelijke verpakking. Met routines. Laten we zien hoe dit werkt. Leon laat zijn versie aan je zien. Wat is het verschil met al die andere munten die we hebben? We hebben zelf ook een set van 4 munten en het geheime hulpmiddel. Die zijn gemaakt van messing. Nou, het zou kunnen dat door heel veel gebruik dat je munten gaan beschadigen. Of dat er de kleur messing doorheen komt door de zilverlaag na lange tijd. Kan, hè? Ik zeg niet dat ze wist. Deze munten zijn volledig in zilverkleur. Sowieso klinken ze mooi. Als je... Heel mooi. Ik bel het trouwens ook weg. Het klinkt even de bel, denken. Ze klinken heel mooi omdat het volledig metaal is. Het is een speciaal soort metaal. Het gaat niet roesten. Het werkt niet op een magneet. En je krijgt het helemaal compleet. Dus als je deze zou gaan zagen of boren, zie je alleen maar metaal. Er zit geen koper in en het gaat ook niet roesten. Voor de prijs van €49. Mocht je onze eigen set willen bestellen, kan ook. Coins & Cross Morgan Dollar. Replica heet dat. Die kost €39. Dus dat hebben we ook. Dus tot zover deze Coins Across set. Zo. Dan hebben we een aantal updates geleden. Heb ik de 6 Bill Repeat gedaan. 6 Bill Repeat aan €10. Die hadden we ter overbrugging gemaakt. Omdat we de €50 versie niet meer hadden. Inmiddels hebben we ook de €50 versie weer op voorraad. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Wat idee. Het zijn geen euro's, maar het zijn dino's. Dus een beetje kamenten dat het anders is. Dus je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 biljetten. Ik zal het natuurlijk niet helemaal doen. Je neemt er telkens 3 weg en dan blijven er weer 6 over. Dat is het idee van de truc. Je kan het allemaal aan alle kanten laten zien. Het is heel goed gemaakt. Niet te ontdekken. En je krijgt hem helemaal compleet met de instructies. Ik zal ze uitlaten, want ik kan hem in de winkel ook wel laten zien trouwens. Goed idee. Helemaal compleet voor de prijs van €15. Dus dat is de 6 Bill Repeat. €50. Voor €15. Ik ben bijna door mijn hele plan heen. Iets anders. Ik ben totaal niet handig in het oplossen van een kubus, moet ik erbij zeggen. Ik kan echt geen kubus oplossen als iemand een ding door elkaar draait. Ik kan hem niet oplossen. Ik kan eraan draaien om er een zooi van te maken. Daar ben ik heel goed in. Dus ik, zeg maar, alles door elkaar husselen. Maar het oplossen, helaas, ben ik niet goed in. Dan heb ik iets bedacht. Want als je namelijk een kubus gewoon niet kan oplossen. Maar je kan wel goochelen. Is dat vaak een idee. Dus als je dan gewoon dit doet. Dat je dan een kubus super snel alsnog oplost. En het mooie is dan dat de kubus ook helemaal nog gecheckt mag worden. Want er is namelijk niks aan te ontdekken.
Wat is dit? Dit is de RD Insta. Nou, de RD Insta hebben we al een verpakking bij. Hebben we al een tijdje in het assortiment. Maar hij verkoopt supersnel. Dat betekende de eerste versie die we hadden, of de eerste versie, de eerste partij, waren binnen korte tijd, vlogen die de deur uit. En we konden hem niet meer laten zien in deze update. Dus vandaag, we hebben een hele grote partij nieuwe binnengekregen, dat ik hem nu even laat zien. En ik kan echt geen kubus oplossen, dus even een belangrijk iets. Maar ik kan wel deze truc doen. Dat is de RDN staan. Ja, een hoop eigen dingetjes hebben we tegenwoordig. Ik zie hier weer iets. De Crystal Wonder Tube. Een lege koker. We hebben een groene doek. We hebben een gele doek. We hebben een blauwe doek. En we hebben een grote koker. En als je kunt zien, past die koker er qua afmeting precies overheen. En als je je vingers knipt, dan veranderen de doeken in ballen. In drie ballen. Zie daar. Oh, blijf. Dit is één van de manieren. Je kan, deze is trouwens leeg. Je kan ook, zoals je de demo video even zou bekijken op onze website, in de webshop, dan zie je ook dat ik er losse snoepjes in gooi en plots zit die helemaal vol met snoepjes. Ja, allerlei routines kun je ermee doen. We beschrijven ze allemaal in onze instructievideo die je erbij krijgt. We hebben dit voor een super prijs. We hebben een echt een gigantisch aantal laten maken en daarom ook een hele strakke prijs. €49. Stevige koker, gewoon goed gemaakt, werkt perfect. €49 voor de Crystal Wonder Tube. Compleet met ballen, compleet met drie doekjes, dus je hoeft eigenlijk niks bij te kopen. Alleen als je met snoep aan de slag gaat, dan heb je snoep nodig. Crystal Wonder Tube. En dan zie ik hier nog maar één ding liggen. Ik kijk op mijn horloge. Volgens mij ga ik als een sneltrein. En het is een ding wat we al eigenlijk jaren hadden. Ik maakte dat grotendeels zelf. Dat wil zeggen dat ik het helemaal in elkaar zette, maakte en beplakte en decoreerde. Nou, nu hebben we een firma gevonden die het voor ons maakt. Dus het is gewoon professioneler. Je krijgt dit. Je krijgt van ons altijd drie uitgeprinte hoesjes bij. Nou, die je met plakband erop kon plakken als je dat zou willen. Nou, deze zijn allemaal magnetisch. Dus als je met verjaardagsfeestjes werkt, plak je deze erop. Werk je met Sinterklaas. Plak je deze erop. Of deze. Kan ook. Die kan ook weer voor kerst. Of je zegt, heb je al niks op. Dan gebruik je gewoon dit. Dus alle plakaten die erbij zitten zijn tegenwoordig magnetisch. Nou, ik zal ze even aflaten voor de truc zelf. Drie stuks. Leg ze even hier neer. Want wat hebben we namelijk nog meer? We hebben drie cadeautjes. Nou, voorheen beplakte ik de cadeautjes helemaal. Met plakfolie. Laat ik zo zeggen, de strekjes waren helemaal beplakt. Niet zo mooi als dit. Dit is allemaal nu keurig bedrukt. Dus het is allemaal compleet voor ons gemaakt. Allemaal kunststof. Je hebt dus een blauw cadeautje. Je hebt een geel cadeautje. En een rood cadeautje. En een lege koker. Maar stel nou voor dat ik het rode cadeau hier neerzet. En deze twee even afdek. Doe ik even dit, zodat je niet meer kunt zien het rode cadeau. Is mijn vraag, waar is de verpakking van de RDN set trouwens, waar is het gele cadeau? Dan zeg je natuurlijk in de koker, bovenop het blauwe. Ja, dat klopt. Oké. Waar is het blauwe cadeau? Onder in de koker. Ja, klopt ook. Maar nu komt het. Waar was het rode cadeau? Mensen beginnen te twijfelen. Hierachter. Ja, natuurlijk. Dat heb ik ook laten zien. Is niks bijzonders verder. Had ik ook gezegd. Doe nog een keer. Zet het zo overheen. Zo. De koker gaat er precies zo overheen. Waar is het blauwe cadeau? Onderin. Heel goed. Waar is het gele cadeau? In het midden. In het midden van wat? Van de drie blokken. Geel cadeau, echt? Heb jij een geel cadeau gezien? Want ik heb namelijk geen geel cadeau. Ik heb hier alleen maar een blauw en een rood cadeau. Zie je? Want het gele cadeau, dat staat gewoon
hier. En dan heb je weer 3 cadeautjes op zijn plek. Nou, Tricky Gifts 2.0 noemen we hem. Kost 115 euro. Helemaal compleet zoals je het hier ziet. Goed verpakt ook. Dus je krijgt de complete set. Plus gebruiksaanwijzing. Tricky Gifts 2.0. Ja. En dan ben ik in de snelte en vaart gewoon door al mijn producten heen. Ik kan nog even wat vertellen, denk ik. Want ik vertelde straks over de Corleone collectie. Die is helemaal uitgezocht. Er is een lijst gemaakt van 650-700 artikelen. Die heb ik helemaal uitgewerkt. Nagenoeg uitgewerkt. En die gaat waarschijnlijk dit weekend is die klaar. Heb je belangstelling voor die lijst om die te zien? Want alle spullen erop zijn te koop, uiteraard. First come, first serve. Dus als jij reageert, ik wil het hebben, dan krijg je dat. Kan ik je de lijst doorsturen. Daarnaast is er een speciale Facebookpagina. De Corleone collectie. Corleone collectie. En daar staan ook al een heleboel spullen op die niet op de lijst staan. Er zijn namelijk heel veel kaarttrucs en allemaal gekke dingen die niet op een lijst beschreven kunnen worden. Waar ik foto's van heb gemaakt en op Facebook heb gezet. Dus als je ziet en daar wat bij ziet wat je zou willen hebben. Dan kun je altijd via Facebook aangeven of via e-mail. Deze spullen wil ik hebben. Halen we ze meteen van Facebook af en dan leggen we ze voor jou opzij. Of versturen we ze. Dat is het. Het enige wat ik kan zeggen verder is blijf veilig. Blijf zoveel mogelijk binnen. Houd afstand, dan is het hele gedoe, wil ik bijna zeggen, het hele gebeuren rondom corona zo snel mogelijk voorbij voor ons allemaal. That's it. Ik zou zeggen, kijk op onze webshop en blijf binnen. En tot de volgende keer. Goeie gezondheid allemaal. Doei doei.